Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. En vandaag gaan we weer lekker vuurwerk afsteken. We beginnen bij het allerkleinste. Nou ja, het allerkleinste. Dat zijn de huilenbalk. Deze die hebben we bij de Intratuin laatst gekocht. Het zijn dus gewoon hele kleine luchthuiletjes. Ik zal eens even kijken hoe ze eruit zien. Kijk, zo zien ze dus uit. Er zitten volgens mij iets van 20 in de verpakking. Ja, 20. Kijk. Vervolgens hebben we dan de babypijl crackling. Deze kan je nog gewoon in België kopen. Ze zitten dus 70 in de verpakking. Volgens mij betaal je maar 1 of 2 euro voor. Ja, je hebt ook de grotere varianten nog die je in België nog kan krijgen. Zoals de babypijl knal en de babypijl fluit. Dan hebben we hier, deze was nieuw bij de Pyroshop. Tenminste, ik had ze nog nooit eerder gezien. De Thunder King Crackling Mine. Het zijn dus net zo grote Thunder Kings als die je altijd van Catan had. Die je voor 1,50 euro kon kopen. En wat me dus verbaasde is dat deze nog best wel goedkoop waren. Je betaalde maar 2 euro voor een pakje. En deze die zal dan wel een knetter effectje in de lucht gaan geven. Of een hele leuke crackling mine. Maar daar gaan we sowieso achter komen. Ze zijn best wel klein. Maar ja, voor het geld, jongens, 2 euro zou ik ze altijd lekker meenemen. Vervolgens hebben we dan hier de Bouchaliki Kobarek. Ik zou niet weten, volgens mij is het Russisch of zo. Van Klaasek of de Spols. We dachten eerst dat dit knallers waren, maar het blijkt dus gewoon een matje te zijn. Ik zal even laten zien hoe die eruit ziet. Deze kostte ook maar 2 of 3 euro trouwens. Het is wel gewoon een nitraatmat. Dus deze gaat lekker snel en zal ook wel lekker goed knallen met dat flashkruid. Nog best wel een grote die je voor 3 euro krijgt. Dus ik ben best wel benieuwd hoe die zich verhoudt tot de knalmatjes die je bijvoorbeeld bij Zena kan kopen. Nou, dan gaan we door naar de... Eens kijken, wat hebben we nog niet gehad? De flashbacks van China Red. Dit zijn een soort knetterrotjes met een gekleurde vlam ertussen. Best wel mooi verpakt en deze kosten ook helemaal niet zoveel. Ze kosten maar 2 of 3 euro. En als je bijvoorbeeld vergelijkt met de andere categorie 1 prijs van tegenwoordig, is dat helemaal niet heel erg duur. Zitten er volgens mij 20 in? Oh nee, 12 staat op de verpakking. 12 stuk zitten erin. Ze zijn echt heel erg mooi verpakt, vind ik. Lijken een beetje op nitraten, maar natuurlijk zijn ze er niet. 4,5 gram. Ben ik heel erg benieuwd naar. Dan hebben we hier ook nog tussen wat rookballetjes van Zena. Dit zijn de 1,6 inch smokeballs. Je kan ze per 3 stuks kan je ze kopen in de kleuren blauw, geel en rood. Ze kosten 2,50 euro. En als je het vergelijkt met die kleinere rookballetjes die je per 6 kan kopen, zijn deze nog best wel heel erg goed. Vervolgens hebben we ook nog een tank. Deze schiet vuurwerk aan de achterkant en aan de voorkant. Hij kan ook rijden, want er zitten ook wieltjes onder. Dus moeten we even een goed... vlak oppervlakte voor gaan opzoeken, zodat deze mooi tot z'n recht komt. Dan hebben we hier nog een fonteinenassortimentje van China Red. Er zitten 6 fonteintjes in, zullen we zo meteen wel even gaan behandelen. En dan hebben we ook nog de vuurpijltjes van Tropic. Deze zijn maar 6 euro ongeveer. Zitten in totaal 8 stuks in. Ja, het is gewoon zo'n leuk klein budget pakketje. Vervolgens hebben we dan hier de Limited Edition Thunder Kings. 25 gram kruid per stuk. We hebben ze al een keer eerder gehad. Zijn nieuw dit jaar. Zijn echt hele goede Thunder Kings met een mooie mijn en een mooi breed effect. Dus deze 4 gaan we ook voor jullie afsteken in deze video. En als laatste hebben we dan hier de Toxic Strobe. 36 schoten, 480 gram. Dus ja, soort van, dus ja, gewoon 500 grammer. Ik zal hem even proberen open te maken. We moeten wel even op een mooie windstille avond deze af gaan steken. Want dan komen de effecten natuurlijk het mooiste tot hun recht. Zo ziet het eruit. Ik vind altijd dat ze van Alfa echt de labels echt ontzettend mooi maken. Dit zal best wel weer een rampblok worden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Jongens, laten we lekker gaan afsteken. Oké, jongens, we hebben hier de rookballetjes van Zena, die 1,6 inch. En die gaan we even allemaal tegelijkertijd afsteken. En vervolgens komt dan die mat erachteraan. Deze gaan altijd best wel goed. Nou. En dan nu het matje. Deze die was een paar euro volgens mij. Het is denk ik wel gewoon een nitraatmatje. Ben benieuwd. Gaat wel langzaam, maar wel hard. Zo. Oh, die ging wel goed. Nou, we hebben hier de Thunder King Crackling Mine. Hebben we er 2 van. Ik heb ze alvast klaargezet. Dit is de zonder knal. Ik ben benieuwd hoe ze gaan. Ja,
Dat is wel geinig. Leuk voor de afwisseling, Cindy. Dan hebben we hier de Baby Rocket Trackling, heten ze. Zitten er 70 in een pakje. Het zijn dus gewoon babypeltjes met knetter. Deze liggen al best wel lang te drogen, dus ik ben best wel benieuwd of ze nog iets beter de lucht in gaan. Want normaal gesproken heb je bij deze babypeltjes altijd dat ze zo'n plofje geven. Zet er even een paar in zo'n buisje en dan even kijken hoe ze gaan. Wel hele zachte knetter, hè, die dingen. We proberen er anders wat meer in te stoppen. Ik heb bijna niks vanaf, joh. Nee. Die knetter is echt super zacht, man. Hoor je bijna niet. Die knetter is echt super zacht, man. Je hoort het inderdaad niet eens. Dan hebben we hier de flashbacks van China Red. Nou, gaan we even een paar van wegstoken. Wij hebben ze nog niet getest. Ik ben benieuwd hoe ze gaan. Het zijn dus een soort knetterrotjes volgens mij met een klein vlammetje eraan. Dit is de rode. En de groene. Oh ja. Ik zeg wel lachen. Die duren nog best wel lang. Voor knetterrotjes dan, hè? Deze was helemaal niet zo duur, toch? Maar 3 euro voor 12 stuks. Ook zo'n mooi vlammetje erbij. De gal. Ja. Die duren echt lang. Net helemaal op, joh. Nou, vervolgens nog wat luchthuiletjes. Die kan je er gewoon bij leggen. Die dingen gaan nog best wel krachtig, hé. Oké, dan hebben we hier de vuurwerktank. Ben ik best wel benieuwd naar. Ziet er leuk uit. 5 euro kosten die. Schiet vuurwerk aan de achterkant en de voorkant. Zo neerzetten. Ja, zo prima. Die kant er een beetje op. Ben ik wel benieuwd wat hij doet. Even kijken of hij een beetje vooruit komt. Helaas een beetje slechte ondergrond. Zou ook wel leuk zijn dat hij zo vooruit spuit en dat er dan een tunneking voorop zit. Oh, hij gaat dan ook nog achteruit. Neem eens een zetje. Dat staat niet zo tof hoor. Dan hebben we hier het hotshot assortiment. Deze was 5 euro. Er zitten 6 vulkaantjes in. Kijk, zo zien ze eruit. Nou, ik ben benieuwd. Zetten ze gewoon eventjes op een rijtje. Dan gaan we ze allemaal tegelijkertijd proberen aan te steken. Nou ja, proberen eerder. Gewoon doen. Gewoon doen. Categorie 1. Geluk! Kon ook niet anders. Wat betaal je hier nou voor? 5 euro. 5 euro, wat een geld. Dan hebben we hier de Limited Edition Thunder Kings. Zitten er 4 in de verpakking. 100 gram laten we zeggen, dus 25 gram per stuk. Het zijn best wel mooie dingen. Ze geven 4 verschillende effecten volgens mij. Mine met een boeketje komen ze aan de Limited Edition Thunder Kings van de Signature Edition. Mooie mine eraan. Mooi effect. Ze zijn op zich wel goed. De laatste 2.
Die zijn echt goed, hè? Die zijn heel goed, ja. Laatste. Dan hebben we hier nog een paar kleine pijltjes van het Tropic vuurwerk. Ben benieuwd hoe ze gaan. We hebben hiervoor ook al een keer de rakettenblits van Zena gehaald en die afgestoken. Deze gaven een klein effectje, maar ik weet niet hoe deze gaan. Ik heb ze nog nooit gehad. 6 gram kruid zit erin, dus laten we ze even gaan testen. Oh, een beetje plof. Nou, doen we er even 3 van tegelijkertijd dan. Deze heeft geen dopje, maar ik denk niet echt dat dat uitmaakt. Dat is ook op voor de sier, hè. Zo'n mooi stil vuurwerk. En dan laatste, wisten jullie nog dat je vroeger van Leslie, dat ze dan zo'n lijn hadden gemaakt met vrouwvriendelijk vuurwerk? Ergens in 2010 of zo. Nee, zeg mij niks. Maar zeker geluidstil vuurwerk. Ja, gewoon met tailcakes en zo. Ja, precies. Oké, jongens, als laatste hebben we dan hier de Toxic Stroop. Voordat ik deze ga afsteken, jongens, wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Geef deze video sowieso even een like als je meer stookvideo's wil zien. Maar ja, jongens, voor nu de Toxic Stroop. 36 schoten, 480 gram stroopeffect. Komt ie aan. Dat is kwaliteit. Heel gaaf.